ben je nog niet te abonneren? Nou, abonneer je dan, want dat is geheel gratis. En even het belletje klikken, dat kost je ook niks. Mooi hoor. Wanneer is het af? Oh, morgenavond is het af, dus morgen komen we weer hier retour. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is zeker oprecht alweer een goede middag, want we leven om bijna kwart over één. En het is 4 augustus. Ik ga zo meteen even de booster pakken en ik laat me de booster rijken uit. En daarna gaan we gelijk over de Juttersmarkt, want ik heb meer te doen dan niks. Ik heb heel veel pijn in mijn rug. Ja, daar word je niet vrolijk van. Zo ben ik wakker geworden en ik weet wel waar het door komt hoor. Ja, dat ik gisteren zelf de huishouding hier heb gedaan. Ja, dat lukt mijn lichaam niet meer, tenminste niet op die manier. Ik heb wel wat, maar niet achter elkaar in flink aangepoot. Nee, dat gaat niet meer. Maar ja, het moest gedaan worden. Dus ja, we laten met de booster Rijka uit. Ik neem jullie wel mee, mocht ik iets speciaals zien. Dan laat ik dat natuurlijk zien en ik weet ook nou hoe ik hoe heet hij nou? Ja, een vervelend man. Ja, weer zijn naam kwijt. Hoe ik die moet filmen, ja, en ook de zeehond weet ik hoe ik die moet filmen. Dus ja, dat gaan we proberen om dat ook te doen als er geen kraampjes daar staan. En anders, ja, dan moet ik dat van de week nog een keer even doen. Maar in ieder geval, ik weet hoe ik nou moet filmen waar ik moet staan. Die punten waren toen nog niet aangegeven. En die dolfijn was toen ook nog niet af met de blauwe plakband. Dus ja, moet weg. Dus ja, dat gaan we proberen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Mijn broer die wist ook te vertellen waar nog meer dingen kwamen. Ook onder andere op die brug waar ik al ben wezen kijken. Nou, dat zal ook weer komen. Dus ja, we gaan het beleven. Maar ik wens jullie ook natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenwol. Ik ben Corina en de Beesten, dat is Rijka, mijn hondje. Dan heb je die Russische blauwe poesjebeest, dat is Eeuwen. En die malle rode, dat is Gandalf. Ja. En... kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Dat is altijd hier bij mij wel fijn. Tenminste, een heleboel vinden het wel leuk en gezellig bij mij. Ja. Ik bedoel, 283 volgers, dat is niet niks. Nee. En ja. Maak maar reclame voor me hoor, vind ik wel leuk. Ja, kom maar op. En zet er even wat onder neer. En ben je nog niet geabonneerd? Nou, abonneer je dan, want dat is geheel gratis. En even het belletje klikken, dat kost je ook niks. Ook, het is een fractie van een paar seconden werk. Dus ja, probeer het even te doen en kom er gezellig bij. En er waren vragen aan mij gesteld waarom ik geen gebit had. Nou, waarom ik geen gebit in mijn mond heb. Ik heb er eentje in een bakje staan, maar daar kan ik niet mee geworden. Ik ben helemaal geopereerd om al mijn eigen tanden eruit te halen. Nou, dat moest genezen en dan krijg je dus, nou dat weet iedereen wel, een nieuw gebit wordt aangemeten. Maar het bovengebit zat perfect, het ondergebit niet. Daar had ik veel problemen mee. Op een gegeven moment draaide dat ding partslag en hing de helft in mijn keel. Dat wil je niet hebben, dat wil je niet voelen, dat wil je niet meemaken. Nee, dat wil niemand niet en ik gun het ook niemand. Ik was blij dat mijn man er toen nog was. Die heeft hem er voorzichtig uitgetrokken. Nou, je wilt niet weten wat voor ellende ik heb gehad. Ik dacht dat mijn laatste uurtje was verslagen. Ik heb het in het gebittenbakje gedaan. Ik heb er water op gedaan. En ik heb hem daarin gedaan en opgeramd. En ik ben er nooit meer aan geweest. Ik zeg, dan maar geen gebit in mijn mond. Dan maar zo doorleven. Oké, ik kon alweer geopereerd worden hoor. Ja, werkelijk waar. Dan had ik een operatie moeten hebben. Hadden ze wat uit mijn in het bovenbeen gehaald, welke maakt niet uit, maar wat rechts. Hadden ze erin moeten zetten, dan had het beide moeten genezen.
Dan had ik weer geopereerd moeten worden. Die vroeg één systeem. Dat moet dan weer genezen. Dan moeten ze dat gebit erop aanpassen of een nieuw gebit maken. En dan moeten ze er dan in zitten. Nou, hoeveel polonaise wil jij je lichaam hebben? Nou, ik niet meer, niet qua datten. Ik ben sowieso al bang van een narcose. Ja, dat is, ik heb één keer vroeger in het verre verleden een kijkoperatie gehad en toen werd je nog helemaal onder volledige narcose gebracht. Toen kwam ik bijna niet uit die narcose. Dus daardoor ben ik er bang van. Maar men kan mij verstaan zonder gebit. Ik verlies bijna niet. Dat is zeer zeldzaam en vooral als ik moe ben. Dan begin ik echt, nou ik ken toch nu wel hoor, slissen. Nou ja, zo praat ik niet. Nee. Maar in ieder geval, ik hoop dat iedereen die dit filmpje zal luisteren. En ik antwoord dus jullie vragen gelijk voor degene die het eronder had gezet. Ik vond het vrij brutaal hoor, want zoiets ga je niet vragen. Hij ging gebit in, ook op mijn Facebook. Een wildvreemde vrouw, die ik totaal niet kan. Ze is niet bevriend met mij. Maar ze is wel bevriend met een Facebook-vriend die ik ook in real life kan. Waarmee geen gebit in? Hallo, gaat het jou wat aan? Ben ik jouw verantwoording schuldig? Dacht dat niet, hè? Het is mijn lichaam. Het gaat erom hoe mijn hart is voor jullie. Het gaat er niet om mijn uiterlijke plaatje. Dat is maar de verpakking. Het gaat hierom. En ik dacht dat het daar toch goed zat, of niet? Zo niet, hoor ik dat ook graag, hoor. Ja, ik ben nou eenmaal een heks. Ja, maar wel de goeie. En dat zijn er ook heel veel die dat weten van mij. Ja, vinden jullie mij slecht? Nou, dan zou ik zeggen, hoepel dan op en ga naar een ander kanaal, maar blijf bij mij dan weg. Ja, je bent van harte welkom, met alle liefde, maar ga niet zo achterlijk doen tegen mij, want dan doe ik achterlijk terug. Wie kou gaat voor de één, valt er zelf in, hè? Je kent die gezegde wel. Mooi. Nou, hier laten we het bij en ik zou zeggen, veel plezier met alles wat jullie gaan doen. Geniet ervan. Ga ik ook doen. Ja, samen met Rijka. Hé? Ja. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Nou, een paar schoenen en een paar laarzen worden dit. Ja, en de maakster ervan, daar zit ze. Die vond het niet erg om op de vlog te komen, dus ja. Ze is lekker bezig. En dat gaat met een kwastje. Mooi hoor. Wanneer is het af? Morgenavond. Oh, morgenavond is het af. Dus morgen komen we weer hier retour. Ja, ja. En misschien zo meteen nog eventjes. Ja, en dat vind ik maar gevaarlijk, dat ding. Heel gevaarlijk. Maar toppie meisje. En dat is het dolfijntje, maar nou nog even achter mijn scherm, dus ik ga er even voor hangen. Nou is die wel mooi, hè? Ja, maar we hebben nog een mooie, dan moet nog maar een andere toe. Hallo, goedendag. Dan is het net alsof je wordt gepakt. Mag dat kindje even weg? Wat zegt u? Ik vroeg dat kindje even weg. Mag ik ook een foto maken, of niet? Ja, nee, ik ben een vlogster. Oh. Komt op YouTube. Oh. Maar mag ik haar even... Gaat u door? Of ik ga zo meteen door. Want ik wil haar even op de foto. Mag ik een keer? Maar hij is mooi. Net. Neptunus, zo heet die beste man. Neptunus. Maar ja. Zoniërs, hè? Ik denk, ja. En dan daar naartoe kijkt. Neptunus heet die beste man.
Geweldig. Nou, daar is moeder en vader met de twee jonkies. Oh, lief. Mooi, hè? Oh, wat lief. Ja, schitterend. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, ik was op de voet weggegaan langs de gracht. Dacht je dat Rijka wat deed? 2, 3 keer niks? Nee. Nou, toen even goed de start in. Nou, jullie hebben dat gezien. Tenminste, wat ik zou vloggen, hebben jullie kunnen zien. En toen ben ik weer op een gegeven moment naar huis toe gegaan. Booster in de schuur, naar binnen. Jullie in het tasje van mijn water gedaan en hup, weer weg om haar nog wat te laten doen. Nou, dan zijn we net weer thuis. En ik heb heel eventjes wel gefilmd bij de gracht, want dat vond ik zo lief met die kuikentjes. Ja, het zijn van die pluimeenden, die pluimpjes. Ja, oranje pluimpjes. Dus ja, dat vond ik toch wel even weer leuk om dat te kunnen en mogen aanschouwen. En dan zijn we dan weer thuis en dan gaan we koffie maken en wat lekkers erbij pakken. En dan zien we wel weer de computer aan doen. Maar oh jee, je wilt niet weten, die rug van mij. Maar ja, gaat dat wel weer uit? Nou ja, overval moet gaan? Nee. Ik ben ermee geboren. Het is een rugafwijking. Ja, het zit in de family. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. We zitten er nou eenmaal mee en er zullen meer mensen zijn die ermee zitten. Die er ook last van hebben. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Ik ga ook nog verder doen en ik spreek jullie straks alweer. Tot dan, doei! Hoe Rijka een doos scheurt. Wat doe je allemaal? 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 Hey, gelijk het hoedje. Hoef je het zelf niet te verscheuren, kan je het zo oprapen allemaal en in de vuilnisbak gooien. Ideaal. Laat je hond maar wat verscheurd mag worden, hoef je het zelf niet te doen. Het is niet om te eten, schat. Of schuurt dat de maag? Schuurt dat de maag? Dat zie ik zelf wel weer uit hoor. Gek beestje. Ja, meisje. Ja.
Maar kijk wat kan en wat rijk heb ik. En maar, het is toch niet om op te eten. Dat was even. Dat is even, hè? Ja, dat is even. Hé, hey, dat is onze eeuwen, hè. Dat hoor je. Negen? Dat zijn vogeltjes, hè. En dan gaan we de tel aan. Wie zou dat zijn? Karin. Hey schat. Ik ben aan het vloggen, maar de camera die staat gewoon op de volgtafel richting de bank. Ja. Hoe Rijka een doos kapot scheurt. Altijd handig. Ja, altijd handig. Nou, dat zullen we proberen. Karin voor je. Rijka. 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 Waar is Rijka dan? Rijka. Kusjes. Of wordt dit een doos belangrijker? Ja, nu wel. Maar ja, dat kan je in de vlog wel zien dan. Hoe ze deed. Ze zei, ja, en ze vreet sommige stukjes op en denk ik, nou ja, het scheurt hem haar zeker. Geweldig. Ik heb vandaag gezien en dat een auto in een hele grote container kan, hè? Ja, dat kan. Jongen, dat zijn wanneer de mensen gaan emigreren, ze willen een eigen auto meenemen vanuit Nederland of weet ik van waar vandaan. Ja, en dan gaat de auto mee. Ik ben hier in de Curaçao gebleven. Nee hoor, doe maar niet. Nee. Ik wil niet op orde blijven en met eeuwenhondjes. Ja. Ja, dieren moeten in quarantaine dan eerst. Oh ja, en er komt donderdag een persconferentie. Oké, nou we wachten af. Nee, dat nou weer doorgestuurd. Oké. Nou, ze is uit met spelen en met de boel verscheuren. Ze is er nou zelf aan het verzorgen. Dus ja, dat weten we wel hoe dat allemaal gebeurt. En er zitten de twee op de bank zelf nog te verzorgen. Eeuwen en Rijka. Dus ja, we sluiten maar weer eens eventjes af. Maar ik vond het wel even grappig om dit jullie te laten zien. Ik zou zeggen tot later. Doei doei.